show all i told them mm nicks that i'm dying for school they don't look no i was gonna be doing nothing Lea, onthoud de naam. Volgend jaar pakken grotere stages. Mark my words. Hi, ik ben Lies Angie Paola, a.k.a. Catalea, 23 jaar en woonachtig in de omgeving Arnhem. In deze video ga ik jullie iets kort vertellen over mezelf. Ik ben geboren in Colombia en toen ik anderhalf was ben ik geadopteerd en ik woon nu samen met mijn ouders. Ik heb ook een broer en ik heb twee dagoes. Wat mij de persoon heeft gemaakt die ik vandaag ben is uh, vooral denk ik uh, mijn adoptieachtergrond. Het is al iets heel moois, wat veel mensen ook weten, maar de andere kant zien veel mensen niet. Namelijk de trauma's die het met zich meebrengt. En ja, op een jonge leeftijd uh, word je mentaal toch wat volwassener dan andere kinderen die dat niet hebben meegemaakt um, van jouw leeftijd. Uh, maar iets wat ik sowieso altijd al van mezelf heb gehad, is dat ik super uh, ambitieus ben. Ik ben niet bang om risico's te nemen. Ik ben best ondernemend van mezelf. Um, en ik ben altijd op doorgaan. En dat ga je ook terugzien in mijn hele muziekcarrière. Mijn eerste kennismaking met muziek uh, was op jonge leeftijd eigenlijk al. Ik heb heel veel gedanst vroeger, van ik denk acht, negen jaar lang. Ook echt wedstrijden gedanst, op podiums gestaan voor 500 man. En ik vond het altijd heerlijk om te doen. Ik heb altijd van het podium gehouden. Ik ben nooit bang geweest om in de spotlight te staan. Uh, ik denk dat het daar voor mij begonnen is. Het echt muziek maken is wel anders begonnen. Dat is denk ik echt later pas gekomen. Toen ik uh, ja, heel veel dingen van me af ging schrijven waar ik niet echt over kon praten. En uh, ik schreef het altijd in gedichten, dus het, het rijmde op elkaar. En op een of andere manier is dat toch ooit een keer op een beat gekomen en zo is het van mij begonnen, zeg maar. Oh ja. Ik heb nooit echt gedacht aan mezelf als een artiest, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is echt pas later gekomen toen uh, ik er een aanraking mee kwam met mensen die muziek maakten en er meer interesse in toonden, dat ik dacht van hé, hey, dit is nice. Um, ik heb ook Vroeger we heel veel gezongen met mijn nichtje, gewoon in de slaapkamer als we gingen logeren. We gingen altijd Adele en die karaoke versies doen. Um, maar later pas denk ik echt dat het rappen, want daar is het voor mij begonnen. Want mijn stem had ik nog niet zo ontwikkeld dat ik zo zeker was van dit wil ik gaan doen. Ik kan zingen, wauw. Uh, ik denk dat het rappen voor mij echt uh, is begonnen na het opschrijven en kennismaken met bepaalde mensen die er meer verstand van hadden. Ik ben zeg maar begonnen met muziek helemaal zelf, zonder enige, zonder enige kennis, ook niet echt mensen om me heen die me konden zeggen hoe en wat en hoe alles werkt. Uh, dus dat was de eerste struggle waar ik tegenaan liep in het begin van mijn muziekcarrière. Daarna was het, um, ja, vooral eigenlijk jezelf vinden. Wat past bij mij? Wat wil ik overbrengen? Uh, wat komt er bij kijken? Ik wist dat ik samen met mijn moeder achter de laptop zat en boema mijn stemra ging opzoeken en ze me een beetje uitgelegd wat het was omdat ze het zelf had doorgelezen. Uh, dus ik wist wel gelijk dat dat iets is waar ik aan uh, me moest inschrijven, maar ik wist niet wat het deed of waarvoor ik het had. Dat leerde ik denk ik pas dit jaar. Um, dus ja, vooral de kennis die je nodig hebt als artiest, uh, dat is wat ik miste en dat is ook echt waar ik tegenaan liep. Verder is het gewoon ja, wat, wat doen, waar gaan, uh, hoe kom ik in contact met de juiste mensen. Het is vooral veel doen en hoe noem je dat, trial and error, gewoon proberen en falen en daar heb ik het denk ik het meest van geleerd. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk het niet opgeven en het blijven geloven in het grotere beeld dat je hebt. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel iets is waar, je, waar ik vaak mee te maken heb met twijfels. Van moet ik dit wel doen of uh, is dit wel voor mij? Wat ik wil overbrengen met mijn muziek is eigenlijk gewoon wie ik ben als persoon. Zelfverzekerd, ambitieus, op doorgaan en niet bang om risico's te nemen. En ik wil ook dat de mensen, mijn doelgroep, dus vooral jonge vrouwen. Uh, naar mijn muziek luisteren en ook zelf gemotiveerd worden om zo in het leven te staan. Om gewoon te gaan voor wat je wil. Uh, ik accepteer zelf persoonlijk niet zo snel een nee. Want ja, als jij nee zegt, kan ik ergens anders wel een ja krijgen. En ik wil eigenlijk daarop doorhaken, ook bij andere mensen. Van, geef niet zo snel op. Als iets voor jou is, is het voor jou. En als je iets wil, eerst moet je alles hebben gedaan voordat je kan zeggen: het is niet voor mij. En want niemand anders gaat jou kunnen zeggen: nee. En ik denk dat dat heel sterk naar voren komt in mijn muziek, omdat ik zelf gewoon ook zo ben. En ik ook wil laten zien van, hoe je bent is oké. Okay. Als jij sexy defineert op de manier hoe jij het defineert, is dat sexy. Het hoeft niet te zijn wat andere mensen vinden. Social media laat heel snel zien van, het moet strak, het moet groter, het moet beter, het moet perfect. Terwijl eigenlijk hoe je bent is oké. Okay. En ik heb daar zelf ook veel mee te maken gehad. Was daar ook uh, door beïnvloed. Uh, totdat je zelf op een gegeven moment in de spiegel zegt, kijkt en denkt van, is dit echt wie ik ben? En uh, die vraag wil ik dat veel mensen zichzelf stellen en denken van, Kata kan het, ik kan het ook, ik wil ook zo in het staan en dat is wat ik wil overbrengen met mijn muziek. Een hoogtepunt voor mij in mijn muziekcarrière is denk ik echt het goede en op een punt komen met de mens waarmee ik ben begonnen. Het hoeft niet per se te zijn een futuring met een grote artiest, maar gewoon zien dat ik en mijn team er zijn gekomen samen, ondanks alle struggles en tegenslagen die we hebben meegemaakt, dat is voor mij een hoogtepunt. En natuurlijk ook gewoon een arena vullen met mensen die met cheers mee. Zingen, dat is wel de dream. Maar het is ja, het met je team hebben gedaan en gewoon de mensen die daar waren van de start. toen je nog niks was misschien. en toen je gewoon die ambitie had. en dat ze ook die potentie inzagen... ja, dat is wel echt. dat zou voor mij het hoogtepunt zijn. Wat de toekomst voor mij zegt, is. Uh, doorgaan. Gewoon. Ik zeg, sky is the limit. Weet dat Nederland niet mijn eindstation is. Zoals ik al zei, ik kom uit Colombia en ik wil heel graag daar terug komen met shows en muziek en ook goede dingen doen daar waar het nodig is. Um, dus ik wil zeker internationaal gaan, maar ik wil ook samenwerken met andere artiesten, zoals uh, ik nu al een beetje heb gedaan bijvoorbeeld met Crystal Jeanne, super harde chick. Zeker word ik gemotiveerd omdat ik zie dat ze ook op de grind is. Alec like John vind ik ook hard. Ik zie ook hoe zij bezig is. En zo zijn er meerdere artiesten waar ik naar kijk en denk van ja man, ik word gemotiveerd. Het is nooit een competitie. Het is meer van jij gaat hard, ik wil door jou ook hard gaan. En andersom hoop ik ook dat andere mensen zo kijken van... ja man, ik moet op mijn grind zijn. Niet omdat ik beter wil zijn, maar omdat ik ook daar wil zijn. Dus uh, ik denk dat de toekomst vooral veel groei gaat meebrengen. Veel van me laat horen, op meer plekken komt, meer connecties maakt. Zowel internationaal als nationaal. En uh, dat zal wel echt de goal zijn voor mij. Uh, mijn eerste podium was in Melkweg Amsterdam, actually, met Latifa. Dat was voor mij een big deal, want ik luisterde als meid sowieso veel naar Latifa. En ze had toen op Instagram iets gedaan: van... Wil je, je eerst het podium pakken voor een podcast van, die ze toen destijds deed, tijdens corona? En ik had erop gereageerd. en had ze me uitgenodigd. Dus daar was ik sowieso super dankbaar voor. En um, ja, ik denk dat dat echt wel, dat, ja, dat was mijn eerste podium. Dus al ongelijk voor Latifa, Jay Johnson was daar ook. En nog andere legends uit de game waren er ook. Dus dat was gelijk een big thing voor mij. De hoogtepunten tot nu toe in mijn muziekcarrière: ik zou echt zeggen, het Zwarte Cross, dat is het eerste wat in Mind komt omdat dat een van de grootste festivals van Nederland is. Dat was mijn eerste keer op een festival. Uh, dus dat was super vet. Ik stond met mijn danseressen en we hebben het gewoon gekild. Verder zou ik zeggen: het zomerfeest in Nijmegen. Dat was ook een dope. Het Valkenfestival. Ja, boosterfestival, uh, waar ik op stage heb gestaan in een boksering. Dus dat zag er ook vet uit. De setting die dat bracht en de vibe die dat gaf. Um, en verder denk ik ook de samenwerkingen, bijvoorbeeld met Studio X, waar ik nu zit in Almere, waar ik muziek kan maken. En ook uh, ja, een beetje de coaching krijg waar het nodig is. Uh, en de andere mensen die ik heb leren kennen gedurende mijn carrière tot nu toe. Ik denk dat al die dingen bij elkaar de hoogtepunten zijn. Niet te vergeten, de grote namen die mij zijn gaan volgen op Instagram. Ja het geeft toch wel iets van shit, ik luister niet naar muziek en je volgt me niet, snap je? Dus dat geeft wel die extra motivatie van. Ik ben goed bezig. Mijn eerste futuring was met Christel Cheney. Ik heb heel lang gewacht met Futurings. Vooral omdat ik best wel kieskeurig ben. Ik moet matchen met mijn brand. Wat wil ik overbrengen? Als jij over iets heel anders zingt dan rap dan ik... dan gaat dat niet matchen hoe hard je ook bent. En met Crystal Chinees had mij benaderd... Uh, nadat ik mijn EP Alpha had uitgebracht. En uh, ja, haar energy waarmee ze kwam was gewoon dood. Dus zij uh, zijn samen de studio ingegaan hier in Nijmegen. En um, ja, we hebben gewoon een track gemaakt. Daarna geklipt. Die is uitgekomen, Mona Lisa. Daar uh, ben ik super trots op. Vooral als mijn eerste featuring met een vrouw ook gelijk. Dat, dat vond ik geweldig. Ik heb uh, ook best wel goede gesprekken met haar. Uh, ik merk dat ik goed met haar kan levelen. Dat we een beetje dezelfde mindset hebben. En ja, ook om te horen waar zij tegenaan loopt in de game. Of gewoon de dingen die zij heeft ervaren. Uh, ja, het geeft je toch meer van. Je bent niet alleen. Als, weet toch, als vrouw zijn in de machine Dus Je bent niet alleen. Nee, je maakt niet als enige dingen mee. Dus je moet samen sterk staan. En ik denk dat zij daar ook zo heel erg in staat. En dat we daarom zo matchen met elkaar. Wat ik nodig heb om echt die artiest te worden die ik wil zijn. Zeg maar het complete plaatje. Al moet ik zeggen dat ik er voor 80% op ben. Maar ik denk uh, zeker meer mensen om me heen die echt uh, nog dieper in de business zitten. Die me nog meer dingen kunnen uitleggen. Want ik geloof dat je nooit uit bent geleerd. Ik hou van de praktijk. Dus echt de artiest zijn. Maar ik hou ook van de theorie erachter. Wat komt erbij kijken qua rechten. Ik heb nog superveel te leren daarin. Uh, en ook gewoon... Bij wie moet ik zijn voor wat. Ik denk, zo zal mijn netwerk om me heen vergroten. Um, de samenwerkingen die er gaan ontstaan, kijk ik al naar vooruit. Omdat er super veel getalenteerde mensen zijn in de game. Ik wil alleen wel meer dat we elkaar allemaal supporten. En dat het niet altijd competitie is met elkaar. En afwachten tot, tot je ziet dat iemand weet je toch, die stappen maakt. Maar gewoon al gelijk zeggen: hé, hey, met hart, laten we iets gaan maken. Dus ik denk dat dat uh, zeker iets is waar ik naar uitkijk. En wat ik nodig heb om te komen waar ik wil zijn. Dat was de video. Dankjewel voor het kijken. Zoals ik al zei, Sky's the Limit. Dus ik was super enthousiast om jullie te laten zien waar ik mee bezig ben. Wat er gaat komen. Maar vooral om jullie mee te nemen in mijn journey naar toch de complete artiest worden, wat ik al zei. Dus vond je dit nou een nice video? Of heb je er iets uitgehaald? Of heb je het gekeken tot het einde überhaupt? Thank you. Support. Deel het, like het. Reageer eronder. En ja, als je een artiest bent die gewoon ook bezig is, connect. Ik sta altijd open om gewoon gesprekken aan te gaan. Dus let's see what the future brings.